super stupid. En het leuke is dat Stefan meegaat er samen als groene courgette pizza. Pompoen salutori. Nee, ik zal ook eens naar voren. Misschien zien we gaan eten. Oh. Hallo, doe eens even normaal. Volgens mij hebben we gestaan. Dit smaakt. Ik denk toch wel dat het beter bij mijn outfit staat. Ik ga even door. Doei. Ik heb snoepjes in de mond gegooid. Lekker! Good morning, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik heb eergisteren ook gevlogd. Daar leg ik jullie uit waarom er geen andere weekvlog was. Dus dat gaan we nu even kijken. Super stupid. Ik heb een hele week gevlogd. En toen was ik mijn laptop even aan het resetten. En toen heb ik al mijn beelden verwijderd van mijn SD-kaart. I know, het is echt super stupid. Daardoor pak ik gelijk de camera erbij om toch gewoon weer even iets te vloggen. Ik denk dat ik gewoon vandaag en morgen probeer te vloggen. En dat wordt dan waarschijnlijk wel een korte vlog. Ja, ik weet niet. Het ligt er een beetje aan wat ik doe en wat ik vlog. En als ik denk dat het leuk genoeg is voor één vlogje die dan maandag online komt, dan doe ik dat. En dan is dat gewoon, in plaats van de weekvlog zijn het dan 2 dagen. Als het niet leuk genoeg is voor zeg maar 1 vlogje, dan film ik de rest van de week ook. En dan komt het wat later online. Dus. Zo, ik heb dan toch nog spontaan een paar foto's geschoten. En wat ik vaak doe, is gewoon mijn camera neerzetten, mijn telefoon neerzetten, op video zetten en daar screenshots van maken. Dus dat je gewoon een beetje beweegt. Geen of iets leuks is uitgekomen. Maar dat gaan we zo wel zien. Die vind ik bijvoorbeeld wel leuk. En dan doe ik screenshotten. Trouwens, don't blame me voor mijn nagels, want die zijn echt heel lelijk. Dus die vind ik tof, maar ik heb ook een paar toffe spiegelfoto's gemaakt. Deze bijvoorbeeld, die vind ik ook wel heel nice. En dan heb ik die lamp er gewoon op gezet. Dus dit is echt zo behind the Instagram picture. Ik ga zelf alles bewerken, maar ik ga eerst even naar het dorp om boodschap te halen. En ik moet even mijn batterij verwisselen, deze op. Dit is trouwens wat ik nu aan heb en ik doe er een nieuwe jas overheen. Vergeet wat ik helemaal te zeggen, deze sweater is van United Wardrobe en dan is eigenlijk van Champion. Maar ik heb dan 2 handjes gekocht. Ik vind het echt een top site. Ik werk niet samen met ze, ik weet wel dat heel veel YouTubers dat wel doen. Maar ik vind het echt top. Dus dat heb ik dan aan. En deze broek is van Topshop. Eigenlijk is deze kapot. Kijk, heeft mama genaaid. Ik ben een keer met Stefan op de fiets gevallen. Dat was echt een van de eerste, ja, volgens mij in de eerste week. Dat we zaten, zeg maar, vielen we samen op de fiets. Super cute. En nu heb ik een litteken op mijn been. Ik hoef geen tattoo meer te nemen. Nee, ik ga even boodschappen doen zo. En dan ga ik naar het dorp. Dat bedoel ik. Ga ik het denk ik even Bacardi halen, want ik een mojito maken vanavond of een andere keer. En munt! Ja, zoals je hebt gezien heb ik niet die vlog aan. Heb ik dat niet apart gepost. Dat komt gewoon aan deze vlog dus vast. Of zit er nu aan vast. Maar welkom bij weekvlog. Het is vandaag maandag. Het is 13 november en ik heb al ontbeten. Ik heb een paar dingetjes gedaan. Ik moet zo meteen eventjes, wil ik gaan een koffer gaan opnemen. Maar dat ben ik nu allemaal aan het installeren weer eventjes. Dus ik had mijn MacBook gereset. Wat dus niet helemaal soepel ging. Ik moet ook weer even Final Cut downloaden. En vandaag ga ik verder boodschappen doen. Want ik ga zelf koken. En ik moet een naaf en weer een nieuwe strip van de pil halen of nieuw doosje. Even kijken wat ik verder moet doen. Vanavond komt Stefan, dus ik wil alles zeg maar voor vandaag af hebben overdag. En morgen ga ik trouwens een shear wassen, want mijn haar kan echt niet meer. Maar omdat mijn laptop nog dingen aan het downloaden was, dacht ik, ik ga eventjes lekker lunchen. Ik weet niet wat we allemaal in huis hebben, dus let's take a look. Let's have a look. Oh ja, we hebben appelmoes. Maar ik wil ook tosti. Maar dan eet ik daarna denk ik gewoon appelmoes. Vanavond vlog ik trouwens ook wel gewoon hoor. Stefan er is niet de hele tijd natuurlijk, want het is een beetje raar. Maar ik had wel in het idee dat jullie hem wel in een vlog willen zien. Ik ga even lekker een panini maken. Oh ja, wat ik nog niet had verteld, en dat ik had het verteld in die andere vlog, maar die is niet online gekomen dus. Ik ga naar mijn vakantie, ga ik 1 week naar Samos en mijn ouders gaan 2 weken. Ik vlieg dan een beetje terug
En het leuke is dat Stefan meegaat naar Samos met mij en mijn ouders. Een weekje, dus net zoals ik, gaan allebei dan een weekje. Super veel zin. Zo, een beetje aangebrand, maar dit is mijn tosti. Heel lekker. En papa had appelmoes gemaakt, dus ik heb ook even appelmoes en ijsje. Dus ik neem dit mee naar boven en dan ga ik even aan het werk. Ik ben dus bezig met Final Cut downloaden. En het duurt echt lang, want ik heb mijn MacBook dus gereset. En ik ben ook bezig met ideeën voor een campagne, want ik moet een campagne doen voor Nana Music, de app. Daar zie je later meer over op mijn kanaal, is wel een Engelse video. Dus ik ben even aan het kijken van oké, wat wil ik voor video maken, inspiratie opdoen, hoe ga ik het doen, wat voor Instagram post wil ik doen, wanneer moet ik het inleveren. Dat zit ik allemaal even te checken, ook met mijn manager. Dus dat, ik ben echt best wel moe. Thinking of the baby, I was wrong. Groene courgette pizza. Pompoensalad. Pompoensalitori. Is het zo vol? Ik heb pompoensoep gegeten en ik heb het zelf gemaakt met geitenkaas erin. En het was zo lekker, maar ik zit zo bomvol. En ik heb nu Stef's sweater aangedaan aan mijn joggingbroek weer. Omdat ik geen zin meer had om normale kleding aan te hebben. En ik had heel veel soep geknoeid op mijn shirt. Vandaag ben ik, het enige wat ik nog heb gedaan is even, ik ben naar het bed geweest. Dat was wel gezellig. Bijgekletst. Ik vind het wel moeilijk hoor. Want als je niet meer naar school gaat, dan zie je ook niet elke dag al je vriendinnen of zo. Of sociale contacten. En dan moet je dan... Sorry, ik zit echt een beetje te kijken naar mijn hoofd. En dat moet je dan zelf onderhouden. En dat is iets lastiger. Maar dan ben ik wel weer aan. Stef komt zo. Stef, ja, ik weet niet. Soms zeg ik Stef, soms zeg ik Steve. Boeit jullie ook geen fuck, maar... Ik dacht, ik zeg het gewoon eventjes. Ja, dus ik heb het even gezellig gemaakt. En volgens mij gaan we beginnen aan de serie Stranger Things. Dus dat is wel leuk. Tenminste, wij willen altijd beginnen aan de serie. Maar wij hebben allebei niet zo heel goede concentratie. Dus dat is soms zo van... Zullen we niet meer de film kijken? Ja, oké. Of zullen we niet meer de serie kijken? Anders ja. Snap jij het nog? Nee. Heb jij opgelet? Nee. We zijn allebei een beetje... Een korte concentratieboog. Ik ben thuis echt super moe. Ik heb wel zoveel gedaan vandaag. En... Fietst en we zien elkaar trouwens ook elke dag en morgen niet. Een soort afkikken. Ik weet niet hoe laat die komt. Want ik heb ook nog soep voor hem. Ik ben toch een verzorgende vriendin. Normaal ben ik helemaal niet zo verzorgend. Maar ik weet niet. Normaal boeit het mij helemaal niet. Dat is natuurlijk een grappie. Ik vind het wel echt heel leuk. Ik vind het chill idee dat ik een weekvlog doe. Omdat het een soort van minder stressvol is. Want als ik elke dag niet eens 10 minuten film, dan heb je al superveel beeldmateriaal. Dus dat vind ik echt wel chill. Oh ja, hij stopt toch gewoon met filmen. Ik wilde zeggen dat ik by the way ook nog eventjes Final Cut heb gedownload. Illegal. Oeh la la. Ik druk er gewoon zomaar op. Van de Robijn Collection. Exclusief verkrijgbaar bij Albert Heijn. Ik druk er zomaar op het knopje. Uit. In ieder geval, ik weet niet of ik het wel moet zeggen dat ik dat heb illegaal gedaan had. Maar niet, prima. Nou, ik heb echt een gezellige relatie. Jongen, hij staat niet scherp! Jongen, waarom? Oké, de deken is gone. Staat nog steeds niet scherp trouwens. Maar je ziet ongeveer wat er gaande is. Is hij weer scherp? Wat wil je zeggen? Dat is best wel lekker. Is dit voor... Wat een situatie. Hey, ik had net best wel warm, maar de vloer is echt vet koud. Echt super chill. Nou schat, ik hoop dat je vermaakt op mijn vloer. Ik ga lekker even vlogs kijken verder. Moet het kind eruit, jongen. Kan ik meteen langs. Weet je, denk maar eens aan mijn agenda. Even een broodje halen, mijn afspraak zit erop. En mijn boerige vriend die Nee. En ik zou ook eens even op. Misschien is het slim om wat te gaan eten. Ik heb net... Zie ik met de camera ergens neergezet en toegefilmd.
Mag niet op mijn YouTube zitten. Sorry. Oh? De mama zei op je ik ben even aan het focussen op in de lens kijken. Wil je zelf nog even voorstellen? Oh, misschien moet je even gaan scheren. Dat is gewoon mooi. Ga je scheren? Volle baard. Ga je scheren? Hey, back. Hoe bedoel je? Heel veel mensen vroegen of ik mijn verlanglijstje wilde delen van Sinterklaas. Maar dat wil ik niet, want ik wil authentiek en origineel blijven. En ik wil niet dat mensen dezelfde dingen hebben als ik. Dat is gewoon niet leuk. Ja, je reageert er niet, maar... Ik ben wel gewoon niet aan het stellen. Nee! Doe niet, jij doet alles voor de kijkers. Ja, het is niet grappig. Maar hou eens op, jij hebt mishandeld mij. Zullen we meer kijkers krijgen? Ja. Ik zal het gewoon doen, maar het is mijn vlog. Je moet echt... Kom maar even knuffelen. Stoot in je hoofd. Jij wordt echt vet handig. Jij stoot iedere tijd jezelf. Je zegt het ook een soort van genieten. Ik geniet stoot er ook je hoofd. Yes, views. Jee, man. Pam, 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 pam. Waarom hou je dan je hoofd zo ver vast? Goedemorgen. Ik voel me niet zo lekker. Mijn stem klinkt ook niet zo heel... dat je denkt van, goh joh, ben je zangeres? Het klinkt echt alsof ik echt... Ik ben uit geweest voor mijn leven, maar dat was helaas niet gisteravond het geval. Hallo, doe eens even normaal. Ik ga even een spraakmemo sturen. Naar, hallo, wat is dit? Zo klinkt mijn stem nu, zeg maar. Ik weet niet wat het, wat het er nu is. Hij zegt op dit. Goedemorgen, mijn stem klinkt zeg maar niet echt heel erg chill. Dus hij zegt op. Ik ben zo moe en nu klinkt mijn stem wel beter, gelukkig. Ik moet eigenlijk vandaag wel eens een video opnemen voor een campagne. Dus ik ben benieuwd of dat nog gaat lukken. Ik hoop het wel, want ik wil het echt heel graag af hebben. Ik vind het wel tof dat ik zo'n campagne mag doen natuurlijk. Er zit wel slijm in mijn keel, het is zoveel te veel details, maar... Weet je, ik wil gewoon open zijn in mijn video's. Dus. Ik heb gisteren niet thuis de pil opgehaald. Ik ben het vergeten. Eigenlijk moet ik het even doen. Ik heb net 11 knakworstjes naar binnen gedaan. Prima te doen. Ik weet niet wat ik heb, man. Ik ben echt een soort van niet helemaal fit en moe en chagrijnig. Volgens mij heb ik al gesteld. Hi. Mijn ontbijt is zoals je mijn smartphone. Is zoals je misschien zag, havermout met vanille yoghurt. Is echt super leuk. Hij was echt super leuk. Lekker. Stel nou eens even. Ik denk dat ik eerst nu mijn telefoon aan lader ga leggen. Want ik heb mijn telefoon nodig voor die iPhone tour. Wat is mijn iPhone? Maar ik denk dat ik me dan wel gelijk ondertussen ga opmaken. En dat ik zeg maar na het filmen van de video even lekker dat eraf haal en even ga douchen of zo. Want. Het is benauwd op mijn kamer. Ik wil eigenlijk een maskertje op doen. En dat werkt het beste als je hebt gedoucht en je poriën openstaan. En dan kan ik gewoon met dat maskertje op lekker editen en zo. Dat vind ik wel een goeie. Kijk, ik ga nu make-up doen hierin. En ik heb dat lamp erop gezet. En hier is al make-up.
En ik heb dat gedaan omdat ik dan zeg maar nu al het licht zie wat ik zo meteen heb in mijn video. Dus dan weet ik precies hoeveel ik op moet doen. En ik heb echt een hele zuivere huid. Ik snap geen waar het er komt. Ik heb nu bijna al make-up op en ik kwam er dus achter dat er havermout tussen mijn tanden zit. Dus dat moet ik even weghalen. Maar als het net in het shot zat op de video, I'm sorry. Ik zie er echt niet flikkie uit trouwens. Dit is nog niet helemaal wat ik wil. Eeuw, ik zie er echt niet goed uit. Oké, even fixen. Ik zit nog even te twijfelen of ik deze cap op doe. Zo, ik ga even mijn camera vastschroeven hierin. Het is best wel mooi licht. Weet je wat ik altijd jammer vind aan video's filmen? Dat je hebt zeg maar als je het edit, zit er leuk muziekje onder. Maar als je het filmt, is het helemaal stil. Dat vind ik altijd zo saai. Ik ga even filmen. Ik was met Stefan. Zoals jullie zagen was Stefan er net. En ik heb net feedback gekregen op de video die ik in het Engels moest doen. Dus ik moet even een paar dingetjes aanpassen. Ja, wel jammer. Maar dat is gewoon, weet je. Als je een video voor een campagne doet dan moet het voor een paar, volgens een soort van regels. Qua wat wilde. Ik bedoel, je maakt gewoon reclame voor iets, weet je wel. En als je reclame filmpje dan niet helemaal goed is. Moet je gewoon even een paar dingen opnieuw doen. Dus... Jammer genoeg had ik wel al mijn make-up eraf gehaald, dus dan moet ik even opnieuw fixen, maar dat komt wel goed. Dus ik ga, sorry, ik ben echt ondertussen allemaal dingen aan het pakken. Ik ga even make-up doen en dan hopelijk snel een video opnemen. Good morning. Het is vandaag donderdag en het is nu bijna 12 uur. Wij gaan zo meteen even samen ergens lunchen en dus is het even aan het kijken. Of ik alles online mag zetten. Wat? Jij zit te controleren wat ik online mag zetten en niet. Mm-hmm. Wat ga ik vandaag verder doen? We hebben echt planning. Ik weet niet wat we gaan doen. In ieder geval heb ik om 7 uur dansen en om 8 uur ook. En ik ben om 5 uur met Milo ongeveer. Ja, dit, en dan ga je dit doen en dan mag het er weer niet. Auw! En dan mag het er nu niet in. Jawel hè. Gedraag je dan ook niet als een rol. Dat mag je niet in. Waarom? Ja, dat ben je liefde aan mij. Dus. Wel? Wel, ik gaf je een kusje. Oké, wat gaan we nou vandaag doen? Stevie, wat gaan we vandaag doen? Allebei mijn batterijen zijn leeg. Paniek. Oké, nou, ik ga even allebei op, of tenminste één van de twee op de lader leggen. En dan zie ik jullie later weer. Wat hebben we voor commentaar op mij? Dat is raar. Hij vindt het raar als je een heel klein beetje je shirt in je broek doet. Komt bij de H&M. Ik ben er zelf niet helemaal tevreden mee, maar dit is maar... ik denk toch wel dat het beter bij mijn outfit staat. Nou, deze komt... Dit heb ik aan. Deze van tweedehands winkels, ik weet niet waar van die is. Deze van Lofies, deze is van Primark. Deze broek is van Topshop en mijn schoenen zijn van Fila. En mijn hoed is ook van Topshop. Ik wil wel van vertellen van wat je ervan vindt, hè? En ik vind het heel leuk. En we gaan nu wat reis tegen. Per stuk. Kat! We gaan nu naar de McDonald's. Goedemorgen! Weet je wat nou zo gek is als je dus ouder wordt? Trouwens, het is vandaag vrijdag. Gisteren heb ik niet meer gefilmd nadat we terug waren van de McDonald's. We hadden naar McDonald's gingen natuurlijk. En toen heb ik gedanst. En dat gaat nu in beeld komen.
dus een brief van de Belastingdienst. Waarschijnlijk. Gaat bij je aangifte. Gaat bij je aangifte. Ik kan de aangifte doen. Belastingaangifte. Gelukkig is ik er vaak af met wat ik draag. Streepjes. Alleen maar streepjes. Ik ga nu even editen. En om 12 uur zo. Het is nu 12:30. Kijk, ik heb mijn vader net geappt. Hij zei dat de schoorsteenveger om. Oh, rond 12:30 uur. Oké. Okay. Ik ga nu even lekker editen. Mijn haar een beetje laten opdrogen. Een beetje uitborstelen, zo nu en dan. Ik heb Noodles en mijn favoriete serie Dynasty staat weer online. Volgens mij gisteren al, maar ik zie het pas vandaag. Check, check, check. Lekker. Oké, ik ga heel spontaan nu, tenminste over een paar minuten, de bus pakken naar Harderwijk. En dan zie ik eindelijk mijn girls weer, Soph en Judith. Mijn girls klinkt trouwens heel lelijk. Gaan we even ergens wat drinken. Tenminste, ik denk dat zij echt wat gaan eten. Want zij komen net uit school. Maar ik heb geluncht al. Dus probably ga ik ook iets eten. Ik heb mezelf. Maar ja, super gezellig. Dus dan ga ik even naar de wijk. Want zo woont in Nunspeet. Dus het is iets handig als ik daar dan even heen kom. En dan ga ik waarschijnlijk gewoon met Judith mee naar huis. Zeg maar terug. Die neemt dan ook de bus gewoon terug naar Zeewolde. Jullie kunnen Judith en Soph trouwens wel kennen van mijn vlog naar van de Blind Edition. Zij waren daarbij. Super leuk. Ik heb ze echt lang niet meer gezien. Omdat ik natuurlijk niet op de schemer zit. En zij heeft het heel druk. Want ze zitten nu in het examenjaar. Ja. Dus ja. Outfit. Nog steeds dit. Met een riem. En mijn fila's. Dan denk ik dat ik mijn koekajas erover aan doe. Ik vind deze zo groot. Ik weet niet, misschien ligt dat aan mij of zo. Doen we een sjaal om of doen we dat niet? Het is wel roze, maar ik vind dat wel lekker of zo. Dat dat dan zo een beetje ploekt. Dus laten we dat maar gewoon doen, hè. Zo. Nu moet ik even kijken welke buskant ik moet hebben. Klumpathorstweg ook. Ik ga er vandoor. Doei! Good morning. Het is vandaag zaterdag. En verder heb ik niets te vertellen. Ik wilde gewoon mijn vlog openen. Ik heb me gedoucht en aangekleed en make-up opgedaan. En ik heb echt hele saaie kleding aan. En ik ben weer met deze pik. Wij gaan Daniel Adams kijken. En daarna ga ik met mama naar het dorp. Ondertussen ben ik niet meer met Stefan en ga ik met mama even naar het dorp. Dus ik heb mijn jas aan van de tweedehands winkel. En mijn tas van Primark. Broek van Bershka. Een shirtje van H&M. En mijn villa's weer gewoon. Ik heb snoepjes in de mond gegooid. Hoi, het is vandaag zondag. Het is echt, echt laat. Het is hoe laat? Is het 7 uur. En ik heb helemaal niet gevlogd, maar wij gaan pizza's maken. Yay! Situatie. Je moet nou bedenken wat we nog maar gaan doen. Kijk, onze pizza's. Het ziet er minder lekker uit dan dat het ruikt. Mm-hmm. Maar dat komt wel goed, Julia. Echt lekker! Oh, man. Lekker! Zo, ik heb de tanden gepoetst en ik heb het eraf gehaald. En ik ga lekker slapen. Ik ben echt super moe van gisteravond en ook een beetje brak. Het was echt super gezellig met Stefan. We gingen gewoon lekker pizza eten, maken, eten. Boodschappen was gezellig. Daarna lekker Ernie is love gekeken met papa, mama en Stefan. Dus dat was super gezellig. De laatste dagen waren denk ik wat kortere vlogjes. Maar ik hoop dat jullie het nog heel erg leuk vonden. Ik ga nu echt heel snel alles proberen te editen. En dan hoop ik dat het morgen online kan komen. Dus ja, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Deze vet lange week vlog. Ik heb voor het eerst gewoon een hele lange vlog online gegooid. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Bedankt voor het kijken.